deze nieuwe vlog. En gelukkig nieuwjaar allemaal. Nog maar een keer. In de vorige vlog worden we wel mee afgestoten. Maar het is een nieuw jaar. Moos heeft weer zijn stokbrood gevonden. Want we zijn nog steeds in Frankrijk. Ik ging vanmorgen met Jeppe naar de bakker fietsen. En daar lagen allemaal van die nieuwjaarstaarten. En ja, heel stiekem, wij kijken altijd heel Holland Bakt. En daar hadden we geleerd dat ze in Frankrijk allemaal nieuwjaar taart te maken. Maar nou, zei de bakker, nee hè, dat kan dus nog niet. In de taart zit een muntje. En als je het muntje vindt, dan mag je de kroon op. Dus, wat hebben wij? We hebben een kroon. En een taart. Nou Moos, pas als je de munt vindt, dan mag je de kroon op. Dus we gaan hem even aansnijden. Even een mesje zoeken. Mijn scherpe messen zitten allemaal goed verborgen. Voor kinderhandjes. Ik heb geen idee wat erin zit, jongen. Een munt. Ja, maar wat de vulling is. Heel benieuwd. Moos, heb je er zin in? Heb jij er zin in? Yummy, yummy. Een flinke punt. Ja, dat is flink nieuwjaar. In Nederland heeft iedereen oliebollen zitten eten. Die hebben wij geskipt. Dus wij mogen gewoon een flinke punt taart. Hey, wacht, pas op met de vingers hoor. Stel nou dat we nu niet de munt hebben. Stel dat die in de andere helft zit. Ja, dan moet je hem doorheten. Kijk, deze is voor jou, zie. Oeh. Lekker bijna een soort kies. Ik had dit. Heb ik de munt soms doorgesneden? Jij hebt wel iets bruins erin. Dat hebben wij allemaal niet. Siep, ik denk dat jij de munt hebt. Heb ik de munt? Uh-oh. Jeppie, snel de aarde met papa. Ja. Wat zit erin voor hart? Dit is een beetje. Zit iets? Wat zit erin? Ik heb geen idee wat het is, maar. Heel hard. Het is hard. Nee, het is een soort neptonpoes. Ja. Als je daar bijt, ben je echt al je tanden kwijt. Jeppie. We hebben de kroon gevonden. Ik hoef niet aan de goudstaart. Vind je niet lekker? Nee. Ja, mag ik een kroon? Nou, komt u maar. Gaan we even meten. Zo. Doe zo. De koning van het nieuwe jaar. Jeppedino. Jeppedeldino. Ja, maar even serieus. Als je dit erin hebt. Wil je voelen, hier. Het is echt wel een stuk ijzer. Een soort neptonpoes. Maar is het zo als je dit terugbrengt naar de bakkerij? Krijg je geld terug? Nee. Nee, we elke taartje erin. Het is echt vet gevaarlijk. Genomen. Je zal al je tanden kwijt zijn. Gelukkig nieuwjaar. Ik heb nu een stukje op, maar ik vond het niet super lekker of zo. Nee. Het is een beetje een soort tompoes inderdaad, met bladerdeeg, maar dan heel droog. Droge tompoes, maar hij is wel heel duur, dus geniet er maar van. Oh, dure, droge tompoestaart. Gefeliciteerd, Jeppie. En een onderdaan. Dankjewel. Dankjewel, onderdaan. Gaat goed? Ja. Deze druilerige dag is een goede dag om even alle inkopen te doen, want strand of speeltuintjes, dat is nu niet echt een optie. Dus we gaan gas kopen en boodschappen doen. Ja, willen jullie mijn naam? Hoor ik dat nou? Ja, mijn naam. Ja, komt eraan, boevenkindjes. Maar Siep die staat daar tussen alle gasflessen. Eentje uit te zoeken die mooi vindt. Siep, ik wil een roze. Ik wil een roze. Oh, what? Alleen ik krijg de sleutel niet terug. Ik vind dat eigenlijk wel bijzonder dat je dat dan zelf mag pakken. Dat je gewoon een sleuteltje krijgt. Hier, zoek er zelf maar één uit. Je krijgt hem niet meer dicht. Nee. Oh. Nou, zeg je dat toch gewoon? Ja. Nou, hier zijn alle flessen. Le clé ne marche pas. Ah, en de oude heb je ingeleverd? Nee, ja, oh. Die mag je niet in. Oh, nou, dan gaan we dus met twee flessen naar huis. Maar in ieder geval genoeg gas. We hebben tijdens onze allereerste camperreis ervaren dat gas krijgen met een bepaalde aansluiting niet overal even makkelijk is. We hebben nu een Franse gasfles met een Franse aansluiting. En dan heeft het eigenlijk geen zin om in Portugal of Spanje op zoek te gaan naar gas, want dan
rij je helemaal verloren. Er zijn er echt maar een paar punten waar je dat dan kan halen. Dus vandaar dat we dat nog even snel doen voordat we de grens overgaan. En dan gaan we misschien zo meteen zelfs al richting Spanje. Olé! Zijn jullie net zo blij als ik dat we naar Spanje gaan? Ja. Ja? Oh, en Jeppe, laat eens even zien, je nieuwe schoenen. Jeppe's nieuwe schoenen. Kijk eens, super vet. Met klittenband en raceblokken. En ze zijn blauw, ja. Met wit. En ze zijn super cool. Even een kleine reisupdate. We zijn nu, technisch gezien, volgens mij nog wel in Noord-Spanje. Maar wel ietsje onder de kust. Ongeveer 2 uur rijden onder de kust. Maar ja, we zijn dus onderweg richting Portugal. En het gaat best wel goed. Ik had eigenlijk gedacht dat het hier ook wel iets warmer zou zijn. Op deze plek in Spanje. Alleen het is nu gewoon -3. Het is gewoon net zo bevroren als Nederland overal. We zijn gisteravond aangekomen op dit plekje. Om echt gewoon alleen maar even gewoon stil te staan en te overnachten. De kids die lagen namelijk al in de stoel te slapen. Onderweg. En die hebben we toen we stopten, hebben ze overgetild naar hun bedje. En toen hebben wij ook geslapen. Alleen het valt dan zo tegen als je dan wakker wordt en het is zo koud. In bed is het super lekker warm hoor. In de camper is het ook lekker warm. Maar toch, als je dat je voetjes op de vloer zet, dan is het echt, nou ja, koud. Anyway, we gaan nu, we hebben net ontbeten. We hebben net een yoghurtje op. Een koffietje. Allerbelangrijkste. Koffie. En dan gaan we nu op weg. Nee, we gaan even naar een plekje waar koud is. Binnen vind ik het echt wel meevallen. Ja, als de deur maar dicht blijft. Ja. We gaan nu even een klein stukje rijden. Dan gaan we de kids laten we even de benen strekken. Kunnen ze even rennen. Eventueel met een autootje rijden. Ja, in het winkelcentrum. Gaan we even shoppen. Ik wil ook. Ja, ik moet nog steeds een goede joggingbroek. Kijk, hebt u die van Sipa? Ja. Hoe kan dit jouw joggingbroek zijn? Ja. Die komt echt zo uit het halve wegen mijn enkels. Ja, ik weet het ook niet. Heb ik zoveel langere benen dan jij? Ik heb echt zeer geen idee. Het is echt mijn joggingbroek. Ja, ik wil dat je me zo nou, dan weet ik einde al. Van deze vlog nog even een keer aantrekt om te kijken hoe het bij jou valt. Dat is goed. Ik ben heel benieuwd waarom je dit mee hebt. Ja. Maar ik ben er voor vandaag wel blij mee. Ja, toch? Oh ja, fashionable. Fashionable. Ja, oké. Okay. Nou, wij gaan weer de kinderen insnoeren en dan op weg. Yay! Nog twee kilometer en we zijn in Portugal. Ik zie het op de kaart al. Kijk. Dit is een lijntje. Woe! Spannend, liefie. Is er ook de berg op? Ja. Nog een kilometer, sorry, ik was er al bijna. Oh, zo zotte. Oh, echt? 3, 2, 1, Portugal! Ja. Je hoort je ook al vertellen. We hebben het gehaald, Portugal. Eigenlijk nog best wel snel, toch? Nou, we zijn nu natuurlijk echt net de grens over, maar... Ja, vorige week, ik weet niet meer wanneer we het hebben vertrokken, maar we hebben het op het gemakje gedaan. We hebben het heel erg op het gemakje gedaan, maar heel de tijd ben je bezig van, oh ja, we moeten nog Spanje door. En dat is zo'n eind, maar dat valt echt reuze mee. Maar, anyway, we zijn er in Portugal, yay! Yay! We zijn in Portugal! De grens over, we hebben de camper echt direct neergezet. En we zijn direct maar gestopt bij speeltuin. Nee, hier echt jongens, dit is waarom ik Portugal en Spanje zo fantastisch vind. Overal van die mega speeltuinen. Dit is een enorm ruimteschip waar je helemaal doorheen kan rennen. Met dan van hele grappige schommeltjes ernaast, ook een ruimtethema. En dan heb je hier iets met allemaal wat kan bewegen en eraf. Nou ja, het is fantastisch. Dus kinderen, helemaal blij dat we hier staan. Het is ook gelijk een camperplek, ze kunnen ook gewoon blijven staan vannacht. Gaan we hier slapen. Het is hier nu 10 graden. Maar we zitten natuurlijk nog best wel een beetje in het binnenland en een beetje hoog. Hoe dichter we bij de kust komen, hoe warmer het is. Maar het is denk ik wel iets minder warm dan dat we vorig jaar hebben gehad. Het was ook echt koud hoor. Ja, maar toen hadden we wel bijna elke dag rond de 20 graden. Ik denk dat we dat nu niet gaan hier halen. Zo? Nee, gewoon überhaupt. Oh, überhaupt? Nee, denk ik niet. Nee, ik denk dat we een beetje rond de 15 gaan schommelen. Maar ja, alles beter dan regen en kou in Nederland. Dus de kids die zitten hier ergens. In het ruimtestation verschanst. Maar het is helemaal rond, dus je moet echt goed zoeken. Er zitten overal raampjes, dat je ze kan zien door de tunnels. Maar geen idee waar ze nou weer zijn. Je hoort ze af en toe ineens heel hard gillen. Waar ben je? Ik ben hier! Hé,
Hey! Waar dan? Koekoek! Jeppie! Hey, dat is Jeppie helemaal aan de andere kant. Moos, waar ben jij? Daar ook daar, denk ik. Hier! Hier? Ik zie je, kom! In de tunnel. In de tunnel, kom maar! Moos! Maar in de volgende vlog zullen we even een Q&A plaatsen. Waar je ook even je vragen kan stellen. Of misschien dat ik dat via Instagram doe, via de stories. En dan zo de vraag opslaap zo. Over onze route, over hoe we zijn gereden, waarom we zo zijn gereden, hoe lang we blijven, et cetera. Nou, dat kunnen we dan allemaal gewoon eventjes rustig gaan beantwoorden, zeg maar. Maar voor nu gaan we even kaart genieten dat we er zijn. We hebben nog een koud biertje in de koelkast, dus dat is lekker. We hebben al boodschappen gedaan, dus ik ga zo lekker koken. En dan gaan we genieten. Dus we zijn er gewoon. Ja, we zijn in Portugal. We hebben er minder dan een week over gedaan. Terwijl we toch nog zieke kids ook hadden. Ja, volgens mij wel. Het is nu... woensdag, toch? Woensdag. En we zijn donderdag vertrokken. Donderdag. Of woensdag. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik weet echt niet meer. Nee, maar ja, we moeten natuurlijk nog één stukje, nog twee uurtjes rijden en dan zijn we bij de kust. Ah, lekker hoor. Jongens, waar zijn jullie? Nou, we gaan even de kids zoeken in dit gangenstelsel. Joehoe! En dan gaan we gewoon proosten dat we er zijn. Joehoe! Ik ben blij. Mm. Nou jongens, een unicum. We zijn nog maar net de grens over. Ik heb een pastetje gekookt. En hij eet het op. En Moos eet voor het eerst in zijn leven gewoon warm eten. Is het lekker, Moos? Ja. Ja. Hij reageert ook gewoon geïrriteerd omdat we het al zo vaak gevraagd hebben. Want we weten niet wat we meemaken. Vlinders. Ja, lekker hè. Vind je het ook lekker, Jeppie? Vlieg, 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 vlieg. Vlieg, 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 ja. Ja! Ham! Nou, ik denk dat we in Portugal gaan wonen, jongens. Vlinders in zijn buikje. Ja! Nou, dat is helemaal top. Ook vlinders in ons buikje. Als je Moos eindelijk iets eet. Lekker hè, boef? Ja, ook vlindertjes die een kapotte vleugel hebben. Mm-hmm. Ham! Zou hij zich nu pas beseffen wat hij al die tijd gemist heeft? Zo lekker. Daar zijn we dan. De westkust van Portugal. Kijk, tegen de zon in filmen, maar daar, geloof me, daar is de zee. Hier recht voor ons is de camping. Waar wij gaan staan. Oh. Kijk, er staan nog meer campertjes. Maar aan de andere kant heb je echt een soort, ja, echt een soort zeezicht. Dan zit je wat meer op de camping. We zijn er. Sas heeft de hele weg, in ieder geval deze laatste, het laatste stuk, alleen maar gereden. Ik heb zitten werken hier achter het tafeltje. Maar voor de rest, Sas, bravissimo. Bravissimo. Zo goed gedaan. Oké, wij gaan inchecken. Hier zo, Ericeira Camping. Dan kunnen we even de benen strekken. Man. Maar we zijn er. Het is er nog ook. Ja. Super cool. Ingecheckt en wel. We zitten hier lekker op het trappetje van de camper. Ik heb eigenlijk net alweer wat spullen opgeruimd, heel eerlijk gezegd. Want we hebben hier één nachtje slapen. We gaan nog een tweede nacht slapen. Maar dan is het morgen wel weer tijd om verder te gaan. Ja. Ja. Alhoewel, als het hier nu vet mooi weer zou blijven, zouden we misschien nog wel langer blijven. Maar morgen staat voor de hele dag regenprogramma. Ja. Dus dan is een reisdag eigenlijk beter dan ergens staan en zo troostig voor je uit te staren en regendroppen te stellen. Ja. Dus we gaan morgen een uur en een kwartiertje verder naar het zuiden. Het is een uur en een kwartier. Ja, ja, dat is nu echt chill. Het is echt chill dat je gewoon vanaf nu niet meer zulke lange stukken hoeft te rijden. Nee, we zijn er gewoon. Nee, maar misschien hebben jullie dat vorig jaar ook wel gezien. Hier stonden we toen ook op de camping. En volgens mij echt bijna hetzelfde plekje. Ja. En het was de oud en nieuw. Toen gingen daar achter het dorp allemaal vuurwerk omhoog. Ja, toen hadden we ook een sound disco. Ja, we ook een sound disco. Ja. Daar was de traditie geboren. Ja, maar het is vet mooi uitzicht vanaf deze camping. Echt hè? Zo cool. Eens even kijken. Of... De zonnetje is net ondergegaan. De grijs en grauw uit. Maar dat daar, zeg maar, is de zee. Oh, ik dacht je vinger. Ja, ook. Dit is mijn vinger. Ja. En daar is de zee. Precies daar. Ja. Ja. Maar we zitten er al goed in, hè? Ja, we hebben het gelijk weer te pakken. Maar misschien is dat ook wel omdat we er zo weinig verwachting op hebben. Dat het gewoon zo is van, oh ja, we zijn er nu. Ja. We gaan nu chillen. Ja. We hebben totaal nul verwachtingen. Vorige keer dachten we heel erg van,
oh, we moeten heel Portugal nog ontdekken. We hebben nu alles al gezien, dus overal komen we deels, grote deels. Ja, we weten dat we nu ook niet alles hoeven te zien. Precies, en dat we de basic, zeg maar, als we een leuke vakantie willen, of een leuke reis willen, dan weten we al waar we heen moeten gaan. Maar dat is het vooral. En weet je, als het niet leuk is... alles ontdekken en dat hoeft nu allemaal niet. Als het nu niet leuk is op een plek, dan kunnen we nog uitwijken naar andere plekken. Die we al kennen. Die we al kennen, inderdaad. Dus we zien het wel. Ja. Okay, we genieten even van onze laatste momenten voordat het echt donker wordt. Ja, en gelijk een stuk kouder ook trouwens. Ja, overdag is het zo'n 16 graden en in het zonnetje voelt het echt als dik 20. Oh, zonnetje, zo heerlijk, ja. Maar zodra de zon weg is, dan wordt het wel gelijk echt een beetje fris. Dan is het, s'nachts is het 12, 13 graden hier. Dus mogen niet klagen, maar is het zo? Prima. Ja, met het windje voelt het kouder hoor, maar goed. En we hebben trouwens ook weer onze basic gestaan. Lekker gewassen, lekker alles opgeruimd. Ja, dat vind ik wel fijn. Oh. Regen in het zonnige Portugal. Hoe is het mogelijk? Ja, nou dit weekend gaat het een beetje doorbikkelen worden, want het is de hele weekend dit weer. Kijk, ik moet even aan het licht wennen. Het hele weekend is het dit grijs. Miserig. En gelukkig niet heel koud, dat valt alweer mee dan. Het is 15 graden, 16 graden, dus prima. Maar niet echt lekker buitenspeelweer, dus we gaan snel op zoek naar een lekker restaurantje ergens aan de kust. Dat we lekker uitzicht hebben op de zee, maar daar wel gewoon droog kunnen zitten. Dus dat gaan we nu maar even vandaag doen. En morgen denk ik ook zoiets soortgelijks. Surfen! Of surfen, daar word je toch nat van. En daarna het weekend wordt het gelukkig weer zonnig en vrolijk en gezellig. Voor nu iedereen vast? Ja! Ja! Goed zo! Ja, mama gaat ook in de gordel. Ja, daar gaan we! Klaar! Out of a dachy. Oké. Ja. Denk je om de bomen, Siep? Ik denk om paaltjes. Oh, dat is een paaltje. Ja, kijk, we hebben, als we achteruit rijden, super fancy, hippe camera. Camera? Ja, heel oud ding, maar hij werkt perfect. Ja, echt een beeldbuis. Ja. Vorige week ging jij keren en er stonden er drie mensen achter de campus op een nee, omdat er een boom was. En jij ging echt op zo dicht er tegenaan, ja, omdat we ons cameraatje hadden. Dus die mensen dachten dat je niks zag. Dus we stonden helemaal te zwaaien. Dag! Oh, zwaaien naar de buren. Oh. Ja. Nou, vamos, we gaan door! Jongens, we moeten eventjes deze druilerige, regenachtige dag doorkomen. En als die geweest is, dan gaan we volle bak genieten van het Portugese zonnetje en het lekkere weer. Maar vandaag is het nog eventjes afzien. Ze is dus doorgereden naar Costa de Caprica, Caparica. We weten eigenlijk nog steeds niet hoe je het vertelt. Maar, Caparica. Maar hier hebben we vorig jaar ook lang gestaan. En vond het een hele chille plek, dus we dachten, daar gaan we gewoon naartoe. Gaan we daar lekker even landen. Ik denk dat we hier wel zeker een week blijven staan. Misschien zelfs wel langer. Maar vandaag is dat dus een beetje van restaurantje naar restaurantje. En ja, een beetje schuilen voor de regen. Het is af en toe een bui, maar het is wel echt dat je denkt, ja, net niet helemaal lekker, zeg maar. Maar ja, komt wel goed. Er zijn hier zat leuke plekken, dus we gaan ons absoluut vermaken. Ik had je aan het begin van de vlog beloofd dat ik nog even zou laten zien hoe Siep's joggingbroek nou bij hem zou staan. En ik ben tot de conclusie dat mijn benen gewoon langer zijn, Siep. Jouw benen lang, hè? Ja. Ja, bij mij kan die broek echt tot ver boven mijn enkels. Nee, maar weet je, jouw stilo... Ja? Je stilo is om op je broek, zeg maar, tot over je navel op te trekken. Is het niet hip? Dat is, ja, bij jou misschien, maar ik doe dat dus niet. Dus bij mij blijft er wat meer over. Ja. Dat is helemaal niet waar, trouwens. Maar ja, wij gaan vandaag doorkomen met regen. En dan volgende week zijn we terug met een nieuwe vlog. Met alleen maar zon, zon, zon. Dus als je daar niet tegen kan, dan moet je niet gaan kijken. Ik hoop het zo graag. Ja, ik hoop het ook. Het is gewoon wel droger. Als we het gewoon roepen, dan is het misschien wel zo. Dus ja. Veel zon, geen regen. En het is warm, dus echt wel een winst. Ja, dat is wel waar. Het is vandaag ook 16 graden of zo. Dus het is niet koud. Lekker. Nou, volgende week zijn we weer met een nieuwe vlog. Minder rijden, adios. Meer genieten. We zeggen ze ook weer. Hasta luego. Doei. Doei.